Maar het kan ook zijn dat die jongens nu denken van ja, we moeten hier er weer uit. We pakken het vliegtuig, we gaan terug. Nee, dat denk ik niet. Dat gaat niet gebeuren. Daar is hij hoor. Onze kerstverse Nederlander. Hoe is het met je? Goed. Je wordt al een echte Nederlander, je bent te laat. Oh man, kijk, ik was een beetje druk op. Ik was in Almere. Toen ben ik daar geweest. En ik heb... Ah, maar te laat komen is typisch Nederlands. Geeft niks. Komt goed. Maar goed, ja, Galit de Havenstraat, dit is de nachtopvang. Ja. Hier komen de mensen van We Are Here naartoe, de uitgeprocedeerde asielzoekers. Ja. Maar de nachtopvang gaat dicht? Ja, de nachtopvang gaat dicht. Ze moeten zaterdag uit, wat nu? Ja, dat is wat, want GroenLinks, overigens samen met D66, zeggen al van voor de verkiezingen in maart een 24-uursopvang te regelen. En nu, het is een half jaar later, hè, is er van een 24-uursopvang nog geen sprake. Hebben ontzettend veel mensen valse hoop gekregen. Is er een grote kans dat mensen straks weer gaan kraken. Dus ik vind het een hele, ik vind het eigenlijk een bizarre situatie. De wethouder Rutger Grootbassing van GroenLinks had beloofd, er komt een 24-uursopvang. Maar die is er nog niet. Nee, ze hebben na de 24-uursopvang beloofd. Wij zijn er overigens niet voor. Maar goed, het is wel beloofd. En als je dingen belooft, dan moet je ze ook doen. Zeker aan de mensen tegenover de mensen om wie het nu gaat. Maar dit zou dan een tijdelijke opvang zijn en er zou eerst nog een andere tijdelijke voorziening moeten worden gevonden. Maar het punt is, ja, dit moet per 1 september naar de British School en dan moeten ze eruit en we weten nog niet wat er dan gebeurt. Dat is natuurlijk een absurde situatie. Ja, er is geen opvang. 1 plus 1 is 2, dan weten we wel wat ze gaan doen. Nou ja, dat zou natuurlijk het allerergste zijn inderdaad, dat ze weer beginnen met kraken dan. Maar het kan ook zijn dat die jongens nu denken van ja, we moeten hier er weer uit. We pakken het vliegtuig, we gaan terug. Nee, dat denk ik niet. Dat gaat niet gebeuren. Want ik denk heel veel... Dat eigenlijk moet het nog steeds, hè, volgens de wet. Ja, maar heel veel mensen ook, ze hebben oorlog achter zijn verhalen. Dus. Ja. Nou kijk, in de eerste plaats, als ze uitgeprocedeerde asielzoekers zijn, moeten ze terug naar land van herkomst. Dat staat natuurlijk voorop. Maar daarnaast inderdaad... Ja, dit was in ieder geval beter dat ze panden gingen kraken. Ja, absoluut. Als er nou zaterdag niks geregeld is, is er een kans dat die jongens wat gaan kraken? Kijk... Ik hoop er een oplossing voor de... Is er een kans dat die jongens iets gaan kraken? Dat zij kunnen zelf bepalen. Maar ik zie kans om hulp te krijgen van de overheid. Maar is er een kans dat zij iets gaan kraken? Jij weet het. Nee, echt, ik heb geen informatie over. Wat wil de partij als GroenLinks eigenlijk dat er nu gebeurt als hun straks op straat staan? Ja, ik vind dat een hele goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat zij het goed vinden als er opnieuw gekraakt wordt. Ik denk dat dat geen enkele oplossing is. Ik denk dat deze mensen ondertussen al veel te veel valse hoop hebben gekregen. En ik denk dat het echt tijd is dat we tegen deze mensen zeggen... joh, het is heel vervelend, maar jouw toekomst is niet in Nederland. Je geeft mensen voortdurend valse hoop. En dat is het hele grote bezwaar bij. Dat schijnen ze niet door te hebben. Dat ook heel oneerlijk is voor mensen. Dus die valse zachtheid. Ja, we hebben de wethouder Rutger Grootbassing GroenLinks ook gebeld. Ja. Maar het doet heel krampachtig of er zaterdag wel een oplossing komt en wil niet voor de camera verschijnen. Nou ja, dat is natuurlijk absurd. Kijk, als deze mensen nu nog niet weten wat er gaat gebeuren overmorgen, dat is natuurlijk idioot. En maar het geldt ook voor de gemeenteraad. Ik bedoel, en hij heeft het gezegd. Hij heeft voor de zomer gezegd, zodra ik een oplossing heb, ga ik jullie informeren. Want ik deel uw zorg, meneer Boomsma. Nou, ik ben nog niet geïnformeerd.